8 maanden cel, waarvan 4,5 voorwaardelijk. Dat is de eis van justitie in de zaak tegen de veroorzaker van een fatale aanrijding op de Oranjelaan in Dordrecht op 1 december 2022. Een 60-jarige man uit Hardingsveld-Giessendam kwam daarbij om het leven. Naast de celstraf wordt een werkstraf van 140 uur en het intrekken van het rijbewijs van de verdachte voor 3 jaar gevraagd. De bestuurder zou veel te hard hebben gereden, ongeveer 90 km per uur, waar 50 is toegestaan. Politie en getuigen spraken van een mogelijke straatrace. De verdachte zelf ontkent dat. Volgens hem trok hij met een auto naast hem op, die hem niet de ruimte gaf terwijl zijn wegdeel overging in een busbaan. Daarna klapte hij op de fietser die hij zelf niet gezien claimt te hebben. Het slachtoffer was zorgmedewerker bij het Leger des Heils en waarschijnlijk op weg terug naar huis. Om het slachtoffer te herdenken heeft er een lange tijd een witte fiets met een briefje op de plek van het ongeluk gestaan. Dat is een algemeen symbool voor verkeersslachtoffers die omkomen op de fiets. Justitie zegt dat de straatrace niet te bewijzen is, maar spreekt wel van roekeloos rijgedrag. De eis zou betekenen dat de man niet terug hoeft naar de cel, omdat hij al 3,5 maand heeft vastgezeten. De rechter doet op 10 juli zijn uitspraak.